Koken, dat kan ik niet. Maar een jusje opzetten, ja, dat gaat nog net. Dat waren de wijze woorden van Remco in de tijd in Lerop. Een jonge rotiseur en socié. En wat bedoelde hij nou eigenlijk mee? Wat hij er eigenlijk mee bedoelde was dat een jus opzetten niet zo moeilijk is. En wat is het dan, een jus? Niet wat mijn moeder onder een jus verstond. Hè? De pan even afblussen met een scheutje water. Maar een jus is de basis van een saus. Want wat is dan het verschil tussen een fond, een bouillon en een jus? Nou, in principe zeg je het al. Je zegt, ik ga een jus opzetten. De bouillon of de fond is de basis van de jus. En als je zegt, ik ga een jus opzetten, dat betekent dat je dus al hebt nagedacht naar het eindproduct, namelijk de basis van een saus. Aha, dus daar zit hem het verschil. Als ik een bouillon of een fond opzet, dan zet ik een geurig extract van, nou dan krijgen we hem, hè, vlees, vis, botten, karkassen, op onder toevoeging van groenten, kruiden en specerijen. En een kopje bouillon of een kop soep, dat lepel ik heerlijk op. En het is vaak dan nog een voorgerecht. Maar een jus, daar heb ik eigenlijk maar als basis voor een saus een lepeltje of twee lepeltjes voor nodig. Dus dat moet veel geconcentreerder en veel voller van smaak zijn als die bouillon. In de klassieke keuken werden die bouillons en fonds opgezet en daar werden dan de sausen van afgeleid. In de wat modernere keuken wordt eigenlijk een jus opgezet apart. Ik ga dus geen kalfsbouillon opzetten en een deel daarvan inkoken voor de jus en de rest voor een soep. Nee, ik ga een jus de veau opzetten. Een kalfsbouillon om later mijn rijke, prachtige sausen van te kunnen maken. Kijk, als we een basissaus maken, een jus de veau, een jus de volier, is een basissaus, dan moet die zo rijk en krachtig en geurig zijn dat als ik daar één eetlepeltje van op een bord napeer of over een stukje vlees heen, dat er een heel mooi laagje complementaire smaak aan mijn vlees, vis, gevogelte, whatever komt. Een saus mag nooit overheersen. Het gaat natuurlijk om het product waar de saus complementair aan is. Dus mijn mooie tornadootje is de hoofdrolspeler, maar die saus is ongelooflijk belangrijk. Die maakt heel vaak het verschil tussen de ene tornado en de andere. En zelfs bij de keuze van wijn is de saus eigenlijk bepalend. We zoeken dus naar twee dingen. Kracht, volheid en binding. Een bouillon mag dun zijn, die ga ik drinken. Maar een saus moet een heel mooi laagje vormen en moet dus een beetje gebonden zijn. Die binding, die kunnen we dus verkrijgen door of de natuurlijke gelatines, pinmeel, in het product waar we het bouillon mee gaan opzetten. Of door een binmiddeltje toe te voegen. Een roe, een lopend meeltje van bijvoorbeeld aardappelzetmeel of tapioca of bloem. Dat maakt niet heel veel uit. Of allebei. We gaan vandaag een jus de veau opzetten. En waarom een jus de veau? Omdat dat eigenlijk de laatste tijd gewoon de belangrijkste basissaus van de keuken is, van de Franse keuken is geworden. En die jus de veau is ongelooflijk belangrijk voor alle sauzen. Als wij op restaurants van niveau gaan eten, dan zal je dat merken. Die sauzen, daar zit iets aan. En in die echte geweldige restaurants staan dagelijks de grote pannen met basissauzen en bouillons nog steeds te koken. Dat maakt het verschil. Er zijn natuurlijk allerlei prachtige convenience producten van voor de professionele wereld zeer goed, tot voor de thuiswereld een beetje dubieus. En laten we eerlijk zeggen, er wordt tegenwoordig heel vaak even naar zo'n convenience product gegrepen. Ik zal u voorlezen wat in onbekend merk runderbouillon zit. Hè? Dan heb ik het gewoon over bouillon, hè? Het bouillonblokje. Runderbouillon. En dit is ook nog een vernieuwd recept, nu nog vollere rundvleessmaak staat erop. Laten we eens kijken wat erin zit. Er zit in gejodeerd zout, smaakversterker E621, dat is MSG, monosodium glutaminaat, palmvet, glucosestroop, gistextract, suiker, groente, ui, wortelprei, tomaat, aroma's, rundvleespoeder, daar krijgen we het rund,
0,4% peterselie, antioxidant, rozemarijnextract, rundvleespoeder. Moet maar eventjes indenken wat dat zou kunnen zijn. 0,4%. Dat is zo'n klein beetje van de pan heeft iets met rund te maken. En of het nou kippenbouillon of visbouillon of alle vormen is, dit gaan we niet gebruiken. Dit moet u even bestellen. Gaat u even naar de slager, zegt slager, ik wil kalfsbenen, of vroeger zeiden we kalfsbenen en zenen. En als het kan, gezaagd. Dat is fijn voor mij, want dan is het al opengezaagd en dan kunnen die gelatines en aroma's en merg, wat die smaak veroorzaakt, eruit komen. En als ik die kalfsbenen en zenen gezaagd thuis heb, dan lijkt dat niet veel. Maar met dit, en dat is ongeveer 3 kilo, kan ik straks voorlopig voor een halfjaartje weer een heerlijke glas de viande of jus de veau in mijn vriezertje klaar hebben liggen, zodat ik altijd die topsauzen, waarvoor we eigenlijk naar de betere restaurant zouden moeten, gewoon thuis kan maken. En het is niet zo moeilijk, ga ik je laten zien. En waarom nou kalfsbotten? Nou kijk, om die dikheid te krijgen, die natuurlijke gegeleerdheid die we zoeken, een beetje dat plakkerige mondgevoel, dat moet mooi filmen, een saus moet filmen in de mond. Zonder dat ik daar al boter of room of dat soort dingen aan toe heb gevoegd, heb ik dus natuurlijke gelatine nodig. En waar zit dat in? Nou, dat zit in de botten van jonge dieren. Als ik een kippenbouillon opzet, en het gemiddeld kippetje is zo oud niet, en ik gebruik daar kipkarkassen voor, dan gaat die natuurlijke gelatine, die nog aanwezig is bij jonge dieren, die trek je eruit gedurende een aantal uren. Als we hier naar kijken, naar zo'n kalfsbot, dan zie je daar zenen en benen. Je ziet dat de botten gewoon nog een beetje zacht zijn. En eigenlijk, het plakt al bijna als je het in je hand hebt. Dit is fantastisch. Als ik een runderschenkel zou nemen, zoals je hier ziet, dan is er natuurlijk wel prachtige merg in en een stukje bot. Maar dit is allemaal heel mager. Er zit heel weinig bindweefsel in en er zit heel weinig gelatineuze stof in. Wil ik een runderbouillon gebruiken voor de saus, zal ik dus op een andere manier moeten proberen te gaan binden. Of ik moet er iets bij doen wat wel weer die gelatine geeft. Vroeger gebruikten we daarvoor een broeipoot. Dat was een mooi varkenspootje wat eventjes gestoomd was meestal. En als je dat niet liet meekoken, zat er hartstikke veel gelatine in. Ik wil dus een basis hebben die van nature al geleerd. Is die dan meteen goed om een saus mee te maken? Vaak niet. Vaak moet je er nog een klein hulpmiddeltje toevoegen, maar daar gaan we het over hebben. We gaan beginnen met de basisingrediënten voor onze jus de veau neer te zetten. Ik heb hier liggen mijn kalfsbenen en zenen, kalfsbotten. Dat is natuurlijk de smaakgever en daar krijgen we het meeste uit. Daarnaast moet ik groenten en kruiden en specerijen toevoegen om het plaatje mooi compleet te maken. Voor groenten voeg ik toe wortel, ui, prei en selderij. Dat heet in de Franse keuken een bouquet. Gaan we dat bouquet met elkaar opbinden en voegen we er ook nog eens kruiden en specerijen aan toe, dan heet het geheel een bouquet garni. Dus een beetje een mooi opgeleukt bouquet. Wortel, ui, prei, selderij. Prachtige combinatie voor het beginnen van je bouillon. Als kruiden gebruiken we peterselie, tijm en deze schattige kleine verse blaadjes laurier gaan erin. Dan heb je het kruidenmengsel goed. En voor specerijen gebruiken we een peperkorreltje dat we straks even gaan kneuzen en een kruidnageltje. Dit allemaal bij elkaar gaat onze bouillon vormen. Kunnen we dan zo dat in een pan met water gooien? Nee, dat gaat niet. We gaan de botten eerst even voorbewerken. Want je ziet, daar zitten nogal wat, ja, hoe noemen we dat altijd? Een beetje het slachtvuil nog aan, een beetje overtollige stukjes vet en bloedresten. Dat willen we eraf hebben. Want dat zou onze bouillon of onze jus straks blind kunnen maken. Dus we kunnen kiezen, we gaan hem of blancheren of pinceren. Willen we een lichte kleur, dan blancheren we de botten. Dat betekent dat ik ze opzet met ruim water, breng het aan de kook, schuim het af en spoel het af. Dan krijg ik een mooie licht gekleurde bouillon. Wil ik wat meer kracht en wat meer pit en wat kleur aan mijn jus de veau hebben, dan ga ik de botten pinceren. Dan gaan ze in een hete oven. Dan bak ik ze lichtbruin, dan krijgen we alvast een klein beetje die mooie Maillard-reactie. Maar vroeger, als je de keuken van Toucourt binnen kwam lopen, dan stonden de ramen open, want
Dan kwam de geur van de gebrande botten je al tegemoet bij de lunch. Ik wil graag straks een beetje ja, moet ik zeggen, café con leche-achtige bruine kleur hebben. Dus ik ga de botten pinceren om even wat meer smaak te krijgen. Je kan het bouquet mee pinceren, dan wordt het nog donkerder. Maar dat doen we even, vandaag even niet. Ik moet er tussenin zitten. Dus de botten gaan in de oven, zo heet mogelijk. 220 is prima trouwens. Veel heter krijg je een overtuigend. Ik hoef er verder niets aan te doen. Ben je bang voor je schaaltje, doe er een stukje aluminiumfolie in of een heel klein beetje olie dat het niet helemaal aanbrandt. Maar wij krijgen dit straks met afblussen helemaal keurig schoon. De botten staan in de oven om gepinceerd te worden. Wij gaan het bouquet snijden. Hebben we mooie biologische groenten en biologische uien, dan heb ik altijd de neiging om gewoon de schilder aan te laten. Want dat geeft best nog wel wat smaak af. De uien zijn schoon. En ik ga de ui ga ik eventjes in de pan karamelliseren. Ook weer om een beetje extra geur erin te krijgen. Die lekkere gekarameliseerde geur van gebrande uien. Maar ook om een beetje kleur te veroorzaken in de bouillon. Als wij 3 kilo bot hebben, dan zal ik ongeveer een halve kilo aan groente gebruiken. En we gaan hem grof snijden, het bouquet. Het is helemaal niet nodig om dat fijn te snijden. Want die bouillon die gaat straks lang genoeg opstaan om alle groente uit te trekken. Een knolselder kan aardig wat zand bevatten. Dus maak hem goed schoon. En een preitje kan ook aardig wat zand bevatten. Daarom gaan we hem even schoonmaken via deze truc. We snijden hem in vieren en we dopen hem even in kokend heet water. De bladen gaan omkrullen en al het zand zal eruit gaan. Waarom doe ik het op die manier? Je kan het ook fijn snijden en dan wassen, maar dan spoel je heel veel smaak weg. Het groen van de prei kan u ook rustig gebruiken. Het vet van prei houden we voor andere doeleinden. Hij moet echt eventjes wat donkerder. Je hoeft niet bang te zijn dat ze te donker worden. Je moet natuurlijk niet verbranden. Maar dit is eigenlijk heel erg mooi. Zo houden we hem. En dit geeft een hele lekkere geur en smaak af. Dit is het bouquet. Daar doen we natuurlijk onze peterselie. En ik heb nu takjes erbij, maar in de professionele keuken gebruiken we eigenlijk alleen de stelen en gebruiken we het blad ergens anders voor. Doe het hele takje laurier erbij en de tijm. De peperkorreltjes, die gaan we even kneuzen. Een stuk of 10 voor deze pan. En kneuzen, dat doen we om wat smaak los te laten komen. Want als je het er heel in stopt, komt er erg weinig smaak vanaf. En voor onze hoeveelheid gebruik ik 2 kruidnageltjes. Dit is, als we het zouden opbinden helemaal, heet een bouquet garni. Maar dit is eigenlijk ons groentekruidenspecerijenbouquet om de jus op te zetten. Precies hetzelfde als bij een runderbouillon of bij een andere bouillon. Maar dit mag grof gesneden zijn, want het gaat lang opstaan. Oké, hij heeft er ongeveer in deze oven een minuutje of 25 ingestaan. Denk er wel aan, goede doek in handen. En dan vind ik dit eigenlijk prachtig. En je ziet ook dat een deel van het vet er is afgesmolten. Dus we gaan nu deze braadslee uit de oven halen op het fornuis. En nou zou het heel verleidelijk zijn om de hele boel in die pan te sodemieteren. Maar ik heb hem natuurlijk ook gepinceerd om een beetje van het teveel aan vet en het teveel aan eiwitten, wat nu onderin die braadslee ligt, eraf te halen. Dus de frituurspaan. En we gaan ze netjes, 1 voor 1, in de pan doen. Vet en aanbaksels, die gaan weg. Meteen de groenten erbij? Nee. We gaan eerst koud water aanvullen op de botten. En zoveel koud water als we nodig hebben. Die botten moeten ruim onderstaan. Dan gaan we afschuimen. En dan pas groenten en kruiden erbij. Anders schuimen we alle groenten en kruiden af. De botten in het water koken nu. Dat betekent dat ik nu het eiwit af kan schuimen. En dan met een fijne schuimspaan gaan we deze deeltjes, die nog niet tijdens het penseren eraf zijn gehaald, gaan we eraf halen. Dat zijn onzuiverheden die we uit de botten wegkoken.
En soms moeten we dat een tijdje herhalen, totdat er eigenlijk geen schuimdeeltje meer overbleef. En Bocuse die zei altijd van de liefde van een kok voor zijn vak, zie je aan de manier waarop die afschuimt. En nou snap je natuurlijk meteen waarom we niet die kruiden en die groenten er al bij hebben gedaan. Want als we dan gingen afschuimen, dan zou ten eerste het schuim onder die kruiden en groenten blijven zitten. En ten tweede zouden we misschien de specerijen en de kruiden er ook afschuimen. We weten nu zeker dat er geen vuil en eiwitten meer naar boven komen. We moeten ook niet roeren in de pan. Dus je gaat roeren, dan zou je daarmee wat dingen kunnen beschadigen. En we willen hem nog steeds helder hebben. En dan gaat nu het bouquet garni erbij. We gaan hem straks toch zeven. Dus we hoeven dat niet in een doek te binden of op te binden of wat dan ook. Dit gaat door een zeef en door een doek zelfs nog. En nu is het geduld hebben. Belangrijk is de pitje zo goed mogelijk afstellen, want hij moet tegen die kook aanzitten. Ik wil hem echt niet laten doorkoken. Ook dan is het gevaar dat je bouillon blind wordt. Dus we gaan hem afstellen. We gooien er desnoods nog een surplaatje onder. En laten we eerlijk wezen, was dit nou moeilijk? Is niet moeilijk. En de rest hoef ik niets aan te doen. Gewoon laten gaan. 8, 10, 12 uur. Vroeger zelfs 24 uur. Maar dat is niet nodig, want dan gaan die botten oplossen. Maar 8, 10, 12 uur rustig laten trekken. En je hebt een prachtige kalfsbouillon als basis voor onze jus. Om nou wat extra kleur en wat extra frisheid te brengen aan je jus, voeg ik een beetje tomatenpuree toe. Het mogen natuurlijk ook gewoon gesneden tomaten zijn of een blik van die gepelde tomaten. Maar dit is heel geconcentreerd. En voor onze hoeveelheid gaat er een mooie, dikke eetlepel in de jus. Kijk, die jus die heeft nu een dagje ongeveer opgestaan. Iedereen weet inmiddels dat jij een jus aan het koken bent. Er is nog wel het een en ander bijgekomen. Ik heb een ossage schoongemaakt. Ik heb de vliezen, waar ook eigenlijk flink wat collageen in zit, nog bijgedaan. Maar het is een periode geweest dat we in het restaurant waren. Dat iedereen dacht van, oh, ik heb stelen van een hele bos peterselie over. Met elastiekje en al. En ik heb dragonstelen over. En wat kippennekken. En die gooien we er ook nog maar bij. En dan zei ik altijd, jongens, ho, het is een jus de veau aan het worden. Het is geen kokende kieperton waar je maar alles in kan donderen. Je moet je een beetje voor dit soort mooie sausen houden aan het recept. Maar mooie afsnijzeltjes van vlees en zo, dat kan gedurende het kookproces prima erbij gedaan worden. Ik kijk nu nog heel even of er wat ongerechtigheden bij zitten of bovendrijven die er nog even af kunnen, die straks niet meegaan. Wat velletjes, wat vetjes die gestold zijn bovenop. Die straks misschien door de zeef heen zouden gaan. Kijk, alles is natuurlijk super zacht geworden. En alles kan makkelijk uit elkaar vallen. En we willen een mooie, heldere jus. Maar zoals die er nu bij staat, is het eigenlijk tijd om de jus te gaan zeven. Het allereerste wat we gaan doen is het bouquet, dus de groenten en de botten, voorzichtig uit de pan scheppen. Zodat dat straks niet, als we gaan zeven, een grote kluit in de pan vormt of er overheen valt. Dus heel voorzichtig met een frituurspaan gaan we in de bouillon scheppen zonder al te veel te roeren. En als we botten en bouquet eruit hebben geschept, dan kunnen we de bouillon door een fijne bolzeef gaan zeven. Nou kunnen we dit natuurlijk weggooien, maar dat deden we vroeger ook niet. Hier werd een tweede keer een trek van gemaakt, dus het werd opnieuw opgezet met water. Dan kregen we een bouillon van de tweede trek, een hele lichte bouillon, maar nog steeds smakelijk. En dat noemden we een remouillage, tweede trek. Waar gebruikten we dat dan voor? Nou, omdat de chef simpel zei, groenten in water blancheren. Jongens, water en neuken de visjes in. Dat is vies. Dat doen wij in een bereidingsbouillon. Een remouillage is een lichte bouillon. En daar werden je groenten en je aardappeltjes in gekookt. Na het zeven gaan we de bouillon nog een keertje passeren. En voor passeren hebben we een passeerdoek nodig. Eigenlijk maken we dan van een fijne zeef een nog fijnere zeef. Waardoor alle kleine vaste bestanddeeltjes die er nog in zouden kunnen zitten,
in de doek achterblijven. Probeer het nou niet met een koffiefilter of iets, dan gaat het niet werken. Als je geen passeerdoek kan krijgen, dan neem je gewoon op de markt een stukje kaasdoek een keer mee. Kost niks, is fantastisch. We moeten die passeerdoek wel even nat maken, zodat de vezels een beetje uitzetten, om de zeef nog fijner te maken. We doen de nat gemaakte passeerdoek in de zeef. En doe dat nou niet op het fornuis, want dan staat je passeerdoek in de fik. En we gieten behoedzaam onze gezeefde jus erdoorheen. Is de jus nu erg vet en zitten er nog deeltjes in waardoor de passeerdoek een beetje verstopt raakt, laat je hem uitlopen of je verschuift heel voorzichtig de passeerdoek een beetje, zodat je een schoon stukje van het doek gaat krijgen. Dan, voor het allerlaatste stukje, als die passeerdoek dan toch een beetje te vol zit, kunnen we de doek bij elkaar vouwen en voorzichtig boven de juspan uitrollen. Als je dit in het restaurant vroeger deed, had je daar twee koks voor nodig. Die allebei aan de kant stonden te draaien en aan de kant stonden te trekken. Niet tot het allerlaatste en heel veel kracht gaan gebruiken, want dan persen we toch weer wat vaste bestanddelen door de doek heen. Maar dit is eigenlijk prachtig. Kijk, die passeerdoek die gebruik je natuurlijk voor niets anders meer dan uitsluitend het passeren van jouw jus en jouw bouillons. Na het gebruik spoelen we meteen uit. Daar wordt die nooit weer helemaal wit van. Maar stop hem nou alsjeblieft niet bij de witte was in de wasmachine. Want dan gaat jouw passeerdoek naar vloeibaar dreft ruiken. En dat wil je niet. Dit moet je gewoon in een pannetje met water uitkoken. That's it. De schoonheidsprijs zal je er nooit meer krijgen. De jus is gepasseerd. En nu klaar voor de volgende stap. Het reduceren of inkoken. Na het passeren zetten we onze bouillon, onze fond, weer terug op het vuur. En nu gaan we beginnen met reduceren. En dat reduceren doen we op een klein vuurtje. Het moet niet echt heel hard koken. Maar wat je ziet, wat er gebeurt, is precies wat dat reduceren inhoudt. Reduceren is niets anders dan inkoken. Wat wil dat zeggen? Een deel van het water gaat eruit, het gaat de afzuigkap in. En vaste bestanddelen blijven achter. Naarmate we verder inkoken, reduceren, komen er dus steeds meer vaste bestanddelen, geur- en smaakdelen, in die bouillon. De bouillon zal dus ook dikker worden. Er zitten natuurlijke gelatines in. Nu zal de bouillon nog niet geleren, maar als we hem verder inkoken, tot een jus of tot zelfs een glas, dan zal die uitsluitend door de daarin achtergebleven hoge concentratie van gelatine, natuurlijke gelatine, zal die gaan geleren. In de tijd van Escoffier was een consommé, een bouillon, een fond eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Later is het een beetje bijgetrokken. In de tijd dat we naar Bocuse en Pauli toe gingen, werd dat toch wat genuanceerder. Een consommé, dat moest perfect helder zijn, moest zelfs geclarifieerd zijn. Want een consommé had als einddoel een heldere bouillon met een klein garnituur. En dat moest gedronken worden, dat hoorde in het menu thuis. Een bouillon was datgene wat we gebruikten om een soep van te maken. En een fond, dat was eigenlijk een wat sterkere bouillon, want die had als einddoel een saus te maken. Dus naarmate je meer geconcentreerdheid kreeg door het reduceren wat we nu doen, zo werd er vroeger eigenlijk al met een einddoel in het hoofd een basisbouillon, een fond of een consommé opgezet. Dus naarmate je bouillon gaat inkoken, krijgt het eigenlijk een andere naam. Ik zal het je uitleggen. Na het passeren hebben we hier onze bouillon klaar. Koken we hem in tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid, dan spreken we van een fond. Reduceren we verder tot 1/5 van de hoeveelheid, dan spreken we van een jus of een fumé. En als we hem dan nog verder reduceren tot 1/10 van de oorspronkelijke hoeveelheid,
dan noemen we dit een glas. In ons geval een glas de viande. We hebben onze kalfsfond gereduceerd, ingekookt tot 1/5 van de hoeveelheid. Dat betekent dat we nu kunnen praten over een jus. De jus, die kunnen we in kleine bakjes doen en in de koelkast zetten. Ik gebruik zelf dit soort bakjes ervoor. Kan je stapelen, kan je als je wil nog invriezen ook. Dat gaat prima. En als die uit de koelkast komt, dan zal je zien dat die jus helemaal is gegeleerd. Ja, dus ik kan hier een lepel uitnemen. En ik denk, wauw, dit is een prachtige, mooie jus de veau. Er is één nadeel. Als ik dit ga verwarmen, dan gaat het weer helemaal vloeibaar worden. Dan ben ik de binding dus kwijt. Bij een glas, als ik nog verder inkook, is hij zelfs in vloeibare mate een beetje dikker. Maar bij het inkoken naar een glas moet je natuurlijk verschrikkelijk opletten dat hij niet gaat karamelliseren, gaat aanbranden. Dan heb je alles voor niets gedaan. Een jus is veilig. En omdat we dit in de keuken stabiel moesten hebben, maken we van deze jus een jus de veau lié. Een licht gebonden vleesjus, een licht gebonden kalfsjus. Hoe gaat het dan? Nou, met een simpel hulpmiddeltje. Een zetmeel. Een zetmeel die we oplossen tot dikke Willem. Dikke Willem is het opgeloste zetmeel met een beetje water. Een lopend meeltje werd het vroeger ook wel genoemd. Het allerliefste gebruiken chefs daar arrowroot voor. Als u dat kan vinden, is dat perfect. Arrowroot heeft namelijk de neiging om mooi gebonden te blijven. Zelfs als je het weer verhit en opnieuw wegzet en laat afkoelen. En het schimmelt niet zo gauw. Een huismiddeltje wat iedereen denk ik wel heeft, is aardappelzetmeel. Nou, en dat gaat net zo goed. Je moet hem alleen wat eerder opmaken. Als we de jus gaan afbinden, dan gebruiken we 1 eetlepel aardappelzetmeel en 2 eetlepels koud water. Daar maken we een lopend meeltje van. Doe nou geen warm water erbij, want dan gaat het meteen stollen. Dat moet je niet hebben. In de Chinese keuken wordt dit ook als bindmiddel gebruikt, maar dan wordt het meestal met maïzena gedaan. Maar dat maakt een blinde binding. Ik wil een heldere binding hebben. Een aardappelzetmeel, dat bindt helder. We brengen onze jus aan de kook. En gooi nou niet in één keer alles erbij, maar beetje voor beetje gieten we wat zetmeel erbij terwijl de jus kookt. En gaan we controleren of de dikte goed is. Kijk, wat we willen bereiken is dat de jus of de saus een perfect dun laagje, een complementair laagje smaak aan het product, de tourne d'hôte, biefstukje, het gevogelte toevoegt. En het moet een mooi dun laagje zijn, dus als je een baantje kan trekken op je lepel die niet dicht loopt, ja, zoals dat in de oude kookboeken staat, als de jus de lepel nappeert, dan weet je dat je de juiste dikte hebt bereikt van een prachtige jus de folier. Als het goed is, hoef je hem niet meer door een doek te doen als je net gepasseerd hebt. En is je jus prachtig en helder. Als die jus is afgekoeld, ja, dan moet hij bij jou de vriezer in, want bouillons, fonds, jus zijn natuurlijk fantastisch om te bevriezen. In kleine porties, want je hebt maar één zo'n lepeltje nodig, hè, per persoon voor de saus. Daarom doe ik hem eigenlijk altijd in ijsklontjes, zakjes. Natuurlijk met behulp van een trechtertje, anders wordt het een bende. Met beleid en zorg wel dat hij goed is afgekoeld, anders smelt het allemaal onder je handen weg. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1400 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.